tafel zit nu Vincent Bijlo, onze meester luisteraar. Als je blind bent, kun je een stem dan beter beoordelen dan iemand die ziet? Dingen, ik heb hem nooit gezien. Ja, waarom lees je kinderen voor in de hoop dat ze eindelijk gaan slapen natuurlijk? Het publiek heeft besloten en de winnaar is heerlijk, duurt het langst. Gefeliciteerd. Dankjewel. Bij mijn weten bestaan er ook nog, is dit gewoon de eerste, niet alleen mijn eerste radio musical, maar is dit de eerste musical die echt voor de radio bewerkt is? U hebt niet gewonnen. Nee. Bittere teleurstelling. Ik was helemaal niet van plan om te komen. Ik denk, ja, dat gaat over het voorlezen van literaire boeken. Daar heb ik verder helemaal niks mee. Ik geef college, wat iets totaal anders is. Ritme is denk ik het. Niemand zal op het idee komen om een liedje te maken waarvan het ritme hakkelt. Maar wat er aan boeken wordt geschreven met hakkelende ritmes, dat hou je niet voor mogelijk. En luisterboeken zijn in ieder geval een hele mooie manier om het kaf van het koren te schiften wat dat betreft. Ritme. Ik vind ook, er zijn ook boeken die zich echt heel goed lenen om er net iets meer mee te doen. Ik wil bijvoorbeeld heel graag De Gebroeders Leeuwenhart als luisterboek bewerken. Maar dan niet het alleen maar laten voorlezen, maar er ook geluiden van de omgeving, muziek, af en toe zingen. Geweldig. We hebben heel veel patiënten die niet goed kunnen lezen. En heel graag willen stoppen met roken. Ja. En daarom dachten we zelf ook, nou, een luisterboek, dat zou wel voor die groep van mensen heel goed kunnen zijn. Een hele auto komt kijken, ligt helemaal vol met luisterboeken. Oh, okay. Ik loop maar mee. Okay. Dit is de klassiekste klassiekers, een hoorcollege over grote teksten en mythen uit de Griekse oudheid. Dat je altijd gewoon weer iets kan meemaken en leren. You've got a way to live. Can't think about suffering when you're dancing on.